De klachten van Thalys over het besluit van de gemeenteraad rondom de Laan van Oost-Indië zijn ongegrond. Dat vindt het Nijmeegse college. De woningcorporatie ontwikkelde daar bouwplannen voor 200 sociale huurwoningen, gebaseerd op een rechthoekige aansluiting. Thalys vindt nu dat de gemeenteraad de ontwikkeling hiervan onmogelijk maakt. Het college spreekt op haar beurt haar verbazing uit over hoe het raadsbesluit van 4 juli problemen heeft kunnen opleveren voor plannen die daarna door Thalys alsnog verder ontwikkeld zijn. Daarnaast zegt de gemeente niet eerder dan 13 september op de hoogte te zijn geweest van de recente bouwplannen. De woningbouwvereniging is volgens het college nog helemaal niet aan de beurt om plannen in te dienen, omdat de gemeente eerst de grote lijnen voor het gebied wil uitwerken. Daarnaast vindt het college dat Thalys eerder gemaakte afspraken negeert. Die bepalen dat de sociale woningbouw verspreid moet worden over de wijk. Ook met een schuine aansluiting is er ruimte voor sociale woningbouw, zegt het college. Daarbij ziet de gemeente erop toe dat in het projectgebied Waalfront 40% goedkope woningen worden gerealiseerd. Heuse wildwesttaferelen in Beneden-Leeuwen. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist achtervolgd die niet wilde stoppen. Daarbij werden zelfs politiehonden en een helikopter ingezet. De achtervolging eindigde in Beneden-Leeuwen, waar de achtervolgende man op een politieauto inreed. De politie kreeg een melding van een diefstal van een busje in Arnhem. De man werd opgespoord en kreeg een stopteken. Toen agenten uit hun auto stapten, reed de man weg. Via de A325 en de A15 richting Rotterdam eindigde de achtervolging in Beneden-Leeuwen. De geramde politieauto is zwaar beschadigd geraakt. De man wordt aangeklaagd voor diefstal en poging tot doodslag. Ze zijn nog maar net weg uit Nijmegen of hun oude plekje gaat al op de schop. De stadsnomaden zijn net een paar weken naar Lent vertrokken en op hun oude standplaats in Brakkestein is de gemeente nu aan de slag gegaan. Het terrein van de voormalige scoutingvereniging aan de Dalmerasweg is vorige week door de stadsnomaden helemaal opgeruimd. Daardoor kan die plek nu door de gemeente gebruikt worden om een parkeerplaats aan te leggen.